De 18, allemaal uit Deventer, werden op 11 verschillende locaties aangehouden. De politie vermoedt dat een van hen de spil is in het drugsnetwerk. Dat is een 45-jarige man uit Deventer, die zien we als hoofdverdachte. En de anderen hebben diensten verleend bij het verwerken van de drugs. Naast de aangehouden verdachten zijn er ook auto's, motoren, boten en administratie in beslag genomen. Het is het resultaat van maandenlang onderzoek. De politie wil met de grote vangst van gisteren ook een signaal afgeven. Wat we in ieder geval wel proberen is ook de maatschappij te laten zien dat het kweken van hennep, dat het echt georganiseerde misdaad achter zit. En daarom proberen we ook de organisatie in beeld te brengen. Anders dan is het iedere keer die druppel op de gloeiende plaat. Dus als je van kwekerij naar kwekerij gaat, ja, dan los je het eigenlijke probleem eigenlijk niet op. En daarmee proberen we dus de organisatie in kaart te brengen en ook de mensen die daarbij betrokken zijn om die aan te houden. De 18 verdachten blijven in elk geval nog tot woensdag vastzitten.